Het gaat om dit pluimveebedrijf in Hekendorp. 2 jaar geleden werden alle kippen hier geruimd vanwege vogelgriep. Uit voorzorg mag het terrein vanwege diezelfde vogelgriep nu niet betreden worden. En er mag ook niet gefilmd worden. Buurman Kees van der Zanden zegt zelf ook ziek te worden. Maar dan door het stof en de stank van de kippen. Longontsteking, hersenontsteking. Dat is mijn overkomen. Zijn broer helpt hem om de gemeente te dwingen in te grijpen. Hij vindt dat er een nieuwe stofmeting moet komen. Omdat de resultaten van een eerdere meting onbetrouwbaar zouden zijn. Er is gewoon wat aan te doen. Er moet wat aan gedaan worden. Echter, de gemeente Oudewater, onder leiding van de burgemeester, die weigert hier te handhaven. Er lopen inmiddels meerdere zaken. En er zijn in het verleden ook al veel rechtszaken geweest. Pluimveehouder Wiltenburg kan het niet meer serieus nemen. Meneer van der Zanden heeft er een soort hobby van gemaakt om daar heel veel rechtszaken tegen mijn bedrijven aan te spannen. Met elke vergunningaanvraag doet meneer van der Zanden standaard, doet hij een bezwaar indienen. Hij ziet de afloop van deze zaak dan ook met vertrouwen tegemoet.